Welke lichamen zijn met hun gehele vermogen belastingplichtig? De naamloze vennootschap, de besloten vennootschap, de open commanditaire vennootschap en andere vennootschappen met een geheel of gedeeltelijk in aandelen verdeeld kapitaal, fondsen voor gemene rekening, coöperaties, de coöperatieve vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij, verenigingen die op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreden. Wanneer vangt bij een NVBV de belastingplicht aan? Wanneer de oprichting van de NV perfect is geworden. Dit is als er een ministeriële verklaring van geen bezwaar is ontvangen. De notariële akte is opgemaakt. Deze laatste is nodig ten einde te verhinderen dat malefiede personen de mogelijkheid hebben een naamloze vennootschap op te richten. Voor de heffing van de vennootschapsbelasting maakt het geen verschil of de onderneming in de vorm van een NV dan wel een BV wordt gedreven. Wat is het belangrijkste criterium met betrekking tot een open commanditaire vennootschap? De vrije toetreding en vervanging van de deelnemer aan de commanditaire vennootschap. Dit kan voor het civiele recht geheel anders uitpakken. Wat weet u van het verschil van juridisch en economisch eigendom bij een fonds voor gemene rekening? Het zijn vaak collectieve beleggingen die juridisch eigendom zijn van kleine BV of stichting die als beheerder optreedt, de economische eigendom berust contractueel bij een grote, diverse groep beleggers. Dit economisch eigendom, dat geen rechtspersoonlijkheid bezit, wordt een fonds genoemd. Welke rechtspersonen zijn op grond van een tweede eis belastingplichtig? Andere verenigingen, stichtingen en andere niet-publiekrechtelijke rechtspersonen. Hieronder vallen onder meer de rechtspersoonlijkheid bezittende stichtingen. Zie artikel 2 lid 1 letter E wet vennootschapsbelasting. Bepaalde soorten ondernemingen van publiek-rechtelijke rechtspersonen. Lichamen waarvan uitsluitend Nederlandse publiek-rechtelijke rechtspersonen de belanghebbende zijn. De tweede eis die gesteld wordt, is die van het drijven van een onderneming. Wat wordt eigenlijk verstaan onder het drijven van een onderneming?
Het ondernemingsbegrip is in feite overeenkomstig aan het ondernemingsbegrip van de wet inkomstenbelasting. Indien de activiteiten van het lichaam ten koste van de winstmogelijkheid van een ander gaan, wordt het lichaam belastingplichtig. Het maakt daarbij niet uit of die ander in Nederland of in het buitenland is gevestigd. Welke overheidsbedrijven zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting? Ook de overheid blijft dus niet verschoond van het betalen van belasting. Het zijn dus de landbouwbedrijven, de mijnbouwbedrijven, nijverheid- en handelsbedrijven, gemeentelijke vervoersbedrijven, bouwkassen. Bij deze bedrijven staat de concurrentieverstoring duidelijk op de voorgrond. Over welk bedrag wordt belasting geheven? Voor binnenlands belastingplichtigen is de hoofdregel als volgt. Belasting wordt geheven over het belastbare bedrag. Artikel 7 Wet Vennootschapsbelasting. De opbouw van het belastbare bedrag is als volgt. Fiscale winst. Eraf aftrekbare giften. Dat is de belastbare winst. Eraf te verrekenen verliezen is het belastbaar bedrag. Van de te verrekenen verliezen wordt niet meer verrekend dan er belastbare winst in het jaar aanwezig is. Wat verstaat u onder het fiscale winstbegrip? Winst is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die onder welke naam en in welke vorm ook worden verkregen uit de onderneming. Zie artikel 8 Wet Vennootschapsbelasting plus artikel 3.8 Inkomstenbelasting. Noem drie objectieve vrijstellingen uit de inkomstenbelasting die ook gelden voor de vennootschapsbelasting. Winst uit bosbedrijf in Nederland. De landbouwvrijstelling. Kwijtschelding van bedrijfsschulden wegens oninbaarheid.